hallootjes. Het is bijna woensdagmiddag, maar het is nu dus nog woensdagochtend. En ik ben al te lang wakker. En mijn vriendin is ook al best wel heel lang wakker. Kijk maar. Hoi. Hoi. Heb je al een hint voor me voor vanavond? Ik heb je net al een beetje een hint gegeven. Wil je te vertellen dat we thuis gaan eten? Ja, en dat daar is ook iets van eten bij. En van eten, ja. Aan afsluiting is ook nog een hapje. Die afsluiting, dat heb je zelf erbij bedacht. Oh, maar daar is ook iets te eten, ja. Maar dat is dan ook meteen, denk ik, ook wel de afsluiting. Oké. Dat is het en dat is de afsluiting van vandaag. Oké. Ja, wat zou kunnen is een soort kookworkshop. Waar je dus eten gaat bereiden en dan uiteindelijk het eten gaat opeten. Dan is dat ook een soort afsluiting. Ja, dat zou kunnen. Is het niet? Nee, ik zat al te denken, want het begint om 8 uur of zo. Dus dan ga je dan om 8 uur koken. Nou, dan ben je niet voor 10 uur, 10:30 aan het eten. Dus dan wordt het wel laat, zeg maar. Dat kunnen we best in een keer doen hoor, maar dat is het vanavond. Een rondleiding bij een McDonald's waar je eigen hamburger mag bakken. Bijna. Helaas. Ja, jammer ja. Ja. Nou ja, we gaan het zien. Ja. Ja, ik denk dat ik gewoon maar een langere video maak. Dat ik steeds stukjes aan elkaar knap. Over 800 meter neem op de rotonde de eerste afslag naar de Elperstraat, de N374. Ja, we gaan nu even naar de Elperstraat. Dus we gaan naar Elp, Westerbork, Hoogeveen. Een soort van. Dus doei. Doei. Hey, zijn we weer. Goed. We hebben dus de maaltijd erop zitten. En de maaltijd, er kwam een goede vriend kwam van me langs, van de Perip Express. Dus dat is altijd wat lekker gekookt, schat. Was, ja, heel was goed. Goed, dus toetje zelf maar. Zelf maar gemaakt, lekkere verse ananas. Hallo? Doe eens. Lekkere verse ananas met optimaal. En de volgende hint was, dit is niet netjes genoeg. Dus ik moet wel iets netter. En Nicolette heeft een jurkje aan. En het is 14 minuten rijden. En het begint om 8 uur. En wat was het allemaal niet? Het was niet Wildland, het was geen pretpark, het was geen bioscoop. Ik heb nog niet echt meer ideeën ofzo. Leuk hè? Ja. Dus, hey, en je krijgt goed van Onyx. Hey! Wat zeggen? Onyx. Ja, nu ondertiteling. Dus, als we zo onderweg zijn dan gaan we weer verder denk ik. Hey, ik heb weer ik heb weer een hint gekregen. De hint is... vanavond neem ik je mee om te proosten op ons. Om te vieren dat we elkaar gevonden hebben. En om een nieuwe herinnering. Enkelvoud. We gaan maar één herinnering maken. En een nieuwe herinnering te maken. Dank dat. Goed, het is 14 minuten rijden, maar het is nu 35. Dus als we nu gaan, zijn we 10 minuten voordat het begint, zijn we er. Dat klopt. Kijk, daar zijn nog Simba en Onyx met elkaar aan het spelen. Hoi, grote broer! Grote broer! Ik denk dat Simba nog even nieuwe brokjes krijgt. Ik zal nog even kijken of Nala ook nog even kennis wil maken. Wil schuilen voor de regen. En dan gaan wij naar... Waar gingen we ook weer heen, schat? Het is 14. Nala!
Dat is het goede, toch? En welke kant moeten we op dan? Wil jij weer naar buiten, Sim? Ja, maar... Zwarte stintje. Nou. En neem ik aan dat jij rijdt? Ja. Was die witte op donder? Of die zwarte? Die zwarte. Hey, maar... Hey, ik heb ondertussen een oranje shirt aan. Doe je goed. En we gaan... Over 100 meter neem op de rotonde de derde afslag naar de Schoonlowerstraat, de N376. Hoi. We gaan richting Schoonlo. Je wou net wel opzetten, maar dat lukte niet of zo. Ik wou YouTube wat opzetten, maar je kan niet YouTube eraf zetten en YouTube doorspelen. Terwijl dat de routeplanner doorgaat. Oké. Ja, dat zijn wel first world problems, zeg maar. Dat je niet tegelijkertijd... Ja. En als we nou een tweede telefoon hadden, dat je de ene voor de navigatie kan gebruiken... En de ander voor YouTube. Ja. Maar ja, waar vind je nou zo snel een tweede telefoon? Ja, dat zou ik niet weten. Nee. Dus dan houden we dat liedje maar voor de terugreis. Ik ben benieuwd. Het was geen geld, hoor. Nee? Oké. Dus. Tot zo. Zo, denk ik. Het is nog 12 minuten en we moeten naar de Elperstraat. Dus we gaan richting Westerbork. Misschien gaan we richting Orvelte. Maar... Ga naar Westerbork. Naar Westerbork. Gaat zien. Nou, jongens en meisjes. Volgens mij gaat het... Het is in Westerbork. Het is geen bierproeverij. Het is geen wijnproeverij. Het is wel warm. En... We gaan naar, als ik het goed zeg, Abdij de Westenburg, zo'n soort naam. Ja. En daar heb ik een arrangement geregeld waarbij je verschillende bieren kan proeven. Okay. En hapjes erbij. Kan ik morgenochtend uitslapen en hoef ik niet om 6:15 Oh, wacht. Gelukkig is het morgen donderdag. Ja. Nee, ik moet. Ja. Gaat zien. Je hoeft niet dronken te worden, hè? Het gaat om het idee. Je mag dronken worden. Het hoeft niet. Nee, ik kan ook allemaal dingen gaan zeggen en zo. Moeder luistert mee. Toch, man? Dus ja. Leuk. Leuk, ja. Heel lekker. Dus op naar de... Het is geen bierproeverij, maar het is wel het is een soort bierarrangement dan of zo? Ja. Oké. Je mag ook nog kiezen voor de wijn. Het wijnarrangement. Maar ik had hem als bierarrangement bedacht. Mm-hmm. Als je voor de wijnarrangement gaat, kun je ook voor een non-alcoholische wijn kiezen.
de low-fat Ben & Jerry's of zo, weet je wel. Als je het doet, moet je het goed doen, toch? Ja, toch? Of het is niet Stradler. Dus. Hoezo? Weet je, kies of frisdrank of bier. Niet van, ja, ik weet, ja, niet. Allebei de helft, maar nee. Maar als je raad lekker vindt, moet je dat lekker drinken natuurlijk. Goed. Ik heb mijn OV-chip niet bij me, dus ik ben wel... Maar aan de andere kant, ik hoef morgen niet naar mijn werk met de auto. Dus... Hè? Dan moet je toch... Als je eerst naar Pekela moet fietsen, voordat je je auto hebt, en dan nog naar Valthermond. Ik heb net zo goed op de fiets naar Valthermond gaan. Yes, but no. Want? Nou, dat is nog verder, denk ik. Verder door. Dus, hey, en trouwens, wij hebben weer... We hebben ook wat anders geproefd. We hebben proefgereden. Vertel eens, wat hadden wij geproefgereden? Nou, we hebben een proefrit gemaakt maandag, denk ik, was dat? Of dinsdag? Maandag. Nee, maar dat is een logische keuze. Ik bedoel, als jij kon kiezen tussen een Ford Fiesta, een Alfa 147 of een Audi A3, wat zou jij dan kiezen? Zet het in de comments. Ja, maar ja, kijk, mijn gevoel bij die Audi A3, dat deze auto, die Audi A3 kwam in 2004, deze auto komt uit 2008. En de Seat Leon van dit model is wel gebaseerd op die Audi A3. Dus het zijn wel, ze zijn wel erg aan elkaar verwant. Dus dat ook bijna dezelfde motor wat erin. Mist alleen een turbo. Goed, als je niet weet of je links of rechts, dan stop je gewoon. Dus hij wou best van zijn plek. Hij was wel wat... hoe zeg je dat? Comfortabeler geveerd of zo. Hij lag iets minder strak op de weg. En nou, mijn auto heeft ondertussen ook al 260.000 kilometer. Die auto had 300.000 gereden. En heel veel knopjes, die waren gewoon helemaal weggesleten. Dat zag er best wel gek uit eigenlijk. De centrale deurvergrendeling open en dicht. En de airconditioning en zo, die waren best uitgesleten. Dat was hem net niet. Ja, iets te veel. Maar op zich, de Alfa die wij gereden hadden. Er zaten bijvoorbeeld knopjes in voor de stoelverwarming, maar dat deed verder niks. En de airconditioning deed ook verder niks. En hij had een wiellager die defect was. En er was de lamp was kapot. En, maar ik heb wel het idee dat die garage meer in staat is om nog aan die auto te doen voordat je hem krijgt dan waar we vandaag waren. Vandaag was het van ja, nou, zoals die is die. En ja, hij heeft een motorstormslampje, maar hij doet het wel, dus ja, succes ermee verder. Ja, ik heb ook wel eens een motorstormslampje gehad en dan is het even naar de garage en dan lezen ze hem uit en dan zetten ze hem op nul en dan is het goed. En als het dan niet goed is, dan moet je even terugkomen. Maar... was een kalere versie dan deze. Dus ik denk, voor mij gezien, te dicht bij het bekende al of zo. En dan merk je in heel veel dingen dat het net ietsje minder is. Of zo. Maar vergeleken met de Ford Fiesta... Dat is niet eerlijk. Goed. Hey, wij zijn er in Westerburg. We gaan aan bier. En je moet niet vloggen terwijl je bier op hebt. Dus, Over 300 meter sla rechtsaf naar de Hoofdstraat. Ik wens je een fijne avond. Als jij morgen in de Lienstukken of de Zuiderstraat
of de Amerweg of de Elperstraat of de... Ben ik weer vergeten hoe dat nou heet. Woont en je krant zit ondersteboven in de brievenbus morgenochtend? Geen idee. Geen idee. En ik ben misschien... Sla rechtsaf naar de hoofdstraat en je bestemming bevindt zich aan de linkerkant. Ik had alles netjes afgeturfd, maar ik had één krant extra over. Dus als ik bij jou de dagblad van Noorden niet bezorgd heb, nou dan ga ik dat morgen beter doen. Hey, maar Westerbork is echt een leuk centrum. Het is echt wel leuk. Leuk, ja. En Westerbork denk je misschien heel snel aan het kamp. Maar Westerbork, centrum horeca, is echt wel leuk. Leuk, ja. Dus. En ik ben nog wel benieuwd waar ik mijn zwarte boxershort voor nodig heb. Maar dat... Dat gaan we dat zien. Dat gaan we heus niet delen, dus, want hier is de Asterbuiflucht. Aan de linkerkant. Nou, dus doei.